We hebben een sterk tweede kwartaal achter de rug. Onze omzet blijft stijgen. Dit kwartaal 1,5% omzetstijging ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. En onze operationele winst, oftewel EBITDA, is met maar liefst 8,2% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zijn sterke financiële resultaten en daar zijn we zeer tevreden over. Deze positieve financiële resultaten hebben we behaald door aan de ene kant meer omzet te genereren in zowel het zakelijke als het mobiele segment, maar ook lagere operationele kosten te hebben ten opzichte van vorig jaar. Denk onder andere aan energiekosten. Onze investeringen, oftewel de CAPEX, bedroegen dit tweede kwartaal ruim 23% van onze omzet. Oftewel, we blijven onverminderd doorinvesteren in de beste ervaringen voor onze klant. Ondanks flinke concurrentie op de markt liggen we volledig op koers om al onze financiële doelstellingen over 2024 te realiseren. Dit kwartaal heel veel mooie operationele gebeurtenissen. Ik ga er een paar noemen. En als eerste uiteraard het UEFA Europees Clubvoetbal. We hebben de Ziggo Go app ook beschikbaar gesteld voor niet-klanten. En ik vind het fantastisch om te zien hoeveel voetballiefhebbers zich al hebben geregistreerd. En wij gaan er alles aan doen om te zorgen dat iedereen een fantastisch voetbalseizoen heeft. Dan hebben we kort geleden een hele grote aanbesteding van de Rijksoverheid gewonnen voor mobiele communicatie. Ik vind het mooi om te zien dat de overheid al jarenlang vertrouwen heeft in Vodafone Ziggo. Ook hebben we in de recente 5G-veiling spectrum verkregen in het 3,5 GHz band. En dat stelt ons in staat om ons netwerk nog verder uit te bouwen, te ontwikkelen, te innoveren. Heel mooi voorbeeld daarvan vind ik network slicing door Vodafone Business tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Een pilot waarin hulpdiensten voorrang krijgen op het netwerk, altijd, ook tijdens peak bursting. En dat draagt bij aan de veiligheid van deelnemers aan grote evenementen. Als laatste wil ik van de gelegenheid gebruik maken om Steven van Rooyen, CEO Vodafone Ziggo vanaf 1 september aanstaande, alvast van harte welkom te heten. Wil je meer weten over onze resultaten? Kijk op vodafoneziggo.nl.